Hallo en welkom bij Pulse Model Trainstuff. Vandaag heb ik een Roco NS 1100. Dit is de 1121. Ik heb deze locomotief overgenomen van iemand. En ik heb hem eigenlijk niet echt veel mee gedaan. Ik heb hem net laten rijden hier op de baan. En het klonk wel alsof hij wat smeerolie nodig had. Hij heeft volgens mij een tijd stilgestaan. Dus ik heb hem even gesmeerd. Je kunt, als je hier een schroevendraaier in zet, kan je deze hele kap eraf halen. Oké, bij de tandwielen hier onderin. Die waren erg vies. Er zat zelfs iets in waardoor die een beetje aan het hobbelen was. En de wormwielen hier zijn aan allebei de kanten gesmeerd. Ook aan de voorkant. En nu rijdt hij zoals elke roker uit die tijd. Een stuk beter dan daarnet. Maar daar gaat deze video niet over. Deze locomotief wilde ik digitaliseren. Ik heb hier nog een oude Lokpilot liggen. Ik denk een Lokpilot 4. Het bracket wat hier aan zit, of normaal gesproken zit, zit er niet meer op. Dat is er al af. En zoals je ziet, deze heeft geen NAND-aansluiting. Geen 8-polige of 21-polige of wat dan ook. Dus dit wordt zelf erop zetten. De locomotief nu heeft heeft nu een printplaat erop zitten. Die moet dan aangepast gaan worden hiervoor. En daarvoor is het wel handig om te weten hoe dingen hierin lopen. Als eerste heb je hier twee kabels. Dat is de power pickup van de wielen aan deze kant. Die gaan volledig los van alles naar dit mechaniek hier. En dit is de selector om te zeggen, op te kiezen of je van het stroom wil hebben van de baan. Of als je een omzet van de bovenleiding. Of als je nog verder draait helemaal van niets. Wat niet echt handig is om te doen. Bovenleiding met digitaal rijden wordt niet aangeraden. Maar ik laat het mechanisme hier intact. En zo staat hij dus op rijden vanaf de baan. De stroom komt dan hier op dit pad, wat hier ook onderdoor loopt, hier langs en hier doorheen. Dit zijn ontstoorders, zodat ruis eventueel onderdrukt wordt. En aan dit hele pad zitten twee diodes, één aan deze kant, één aan die kant. Deze diodes gaan naar de gloeilampen, zodat afhankelijk van de rijrichting de lamp aan de goede kant gaat branden. Het zijn gewone gloeilampen. Ik heb wel gemerkt dat een van de twee het niet doet. En dat komt waarschijnlijk omdat de diode kapot is. Nou, aan de andere kant zit hier de stroompick-up. Die loopt over deze lijn heen, hier langs. En gaat ook hier door de ontstoorder en gaat naar de motor toe. Ook zit hier een schroef die op de printplaat vast zit. En die zorgt ervoor dat dit metalen blok hier onderin, dezelfde polariteit krijgt. Als deze kant van het spoor, zodat de lampen hier gewoon kunnen rusten in het metalen blok. Gevoed worden door de diode via de punt, maar vanuit, vanuit het blok de andere stroom krijgen. De terugvoer of aanvoer ligt aan welke kant welke diode. Om te digitaliseren moet er het volgende gebeuren. Dit blok mag niet meer gekoppeld zijn aan de aanvoer van stroom van deze kant van de baan. Dat is zodat de lampen individueel aangestuurd kunnen worden. Niet individueel, maar dat is in ieder geval niet de stroom krijgen van de baan. De diodes kunnen eruit. Die kunnen vervangen worden door rechtstreeks op de decoder aan te sluiten. Dan hebben we het over de gele en de witte draad. De motoraansturing, als dus deze diodes eraf zijn, komt verder los te liggen. Behalve dat deze ontstoorders er nog tussen zitten. Dus we moeten ergens waarschijnlijk een baan door gaan snijden of deze twee dingen eruit halen. Ik denk dat ik... Ik heb hier al wat zitten tekenen, deze baan door gaan snijden en in... mogelijk hier door gaan snijden. Op dat moment zitten deze baan hier nog steeds de twee stroompickups gekoppeld. Deze baan heeft ook nog steeds de stroompickups gekoppeld.
Maar die stroom loopt verder niet door. En die schroef, die moet geïsoleerd worden, zodat deze onderkant niet meer gevoed wordt. Nou, dat doe ik meestal met een stuk tape. En ik zal hier een draad onder wikkelen, voor ik hem weer opnieuw vastzet, waar ik de blauwe draad aan vast kan maken. Zodat de blauwe draad dan dit blok voedt voor de gloeilampen. Dat is in het kort wat er moet gaan gebeuren. Als het klaar is, en dat moet ik eigenlijk doen voor ik begin, moet ik even kijken of de kap wel groot genoeg is voor de decoder, maar ik denk dat het geen enkel probleem is om hem hier in te plaatsen. Of hier achter de... Zo. Dan zit hij mooi weggewerkt. Dus dat moet te doen zijn. Ik heb al gecontroleerd of de lampen het doen. Dus ik denk dat ik eens ga demonteren. Even mijn soldeerbout aanzetten. Dat is wel handig als je iets wil doen. Zo, die is op temperatuur. Nee, deze wil ik vast laten zitten. Ik haal ze... Nee, ik laat ze vast zitten. De diode, daar begin ik mee. Ik til hem een beetje op van het plastic, want ik smelt liever niet het plastic. Zo, dat is één kant van de diode los. Dat is één diode. Diode 2 aan één kant los. En nog. Er vertrekt iemand met een motor. Zo. Dat zijn de diodes. Dat was makkelijk. De schroef. Ja, een beetje kriebeloest. Dit is vrij dikke isolatietape. Dit is een vrij grote schaar. Zo. Ik plak hem er even onder. Ik denk niet dat er iets aan de onderkant zit wat glijdt. Maar ter voorkoming van dat daar per ongeluk ook nog iets zou zitten wat glijdend is. Ik draai gewoon de schroef door de tape heen. En ik pak mijn voltmeter erbij. Om even te controleren. Om even te controleren of dat het isoleren gelukt is. Zo. Van hier naar hier zou hij moeten piepen. En hier niet meer. Van hier wel, want dit is het blok metaal. Maar deze kant is volledig geïsoleerd nu. Dat is mooi. Dat is makkelijk. Nou, ik heb hier altijd... Als ik weer een keer een weerstand of een led ergens inzet, dan knip ik ze vaak af en dan hou ik daar stukken van die pootjes aan over. Nou, die laat ik hier altijd liggen, want in dit geval ook zie ik hier een mooi ringetje van buig. Schroef erop. Zo.
Dan zou nu van hier naar hier. Kijk. Dan heb ik een mooie plek om erop te solderen. Zonder dat ik de schroef beschadig. Kan ik hem dadelijk ook weer mooi afknippen. Het voordeel hiervan is. Ik probeer met minimale aanpassingen dit te digitaliseren. Zo'n snee hier in de printbaan. Dat lijkt vrij ernstig. Maar als je dus weer zo'n klein pootje pakt en je legt het eroverheen. Je soldeert het aan twee kanten vast en het is opgelost. Dus als je hem zou willen. Je wil hem later verkopen, maar je wil hem niet digitaal verkopen. Dan is het een kwestie van decoder eruit solderen. Twee bruggetjes aanleggen en klaar. Hij is weer analoog. En ik denk niet dat ik het doe voor het tijdelijke. Maar ik wil tegelijkertijd niet een hele locomotief gaan verbouwen op meer manieren dan eigenlijk nodig is. Deze. Zo'n draadbrug. Ja, dat is dus gewoon met een mes erin. Of zo'n solderen. Zo'n lijn doorsnijden. Het is vaak een aantal keer snijden. En ook een aantal keer controleren of het gelukt is. Deze is goed. Dat is mooi. Deze. Die is ook goed. Ja, het is niet dat mijn voltmeter iets geks doet. Mooi. Eigenlijk zijn dat al aanpassingen voor de aan de printplaat al. Dus nou is het een makkelijke kwestie van nou, we nemen wat soldeer en hop. Blauw hieraan. Afknippen die handel. Rood en zwart zijn de powerline pickups. Ik vind dat hier wel wat tin bij mag ook. Die zit er wel heel erg magertjes op. Zo. Nou, dan ga ik even kijken welke kant vooruit is, welke kant achteruit is. En op basis daarvan ga ik de lampen aansluiten. Zwart. Zwart, zwart, zwart. Power pick-up aan de andere kant. Zo. Ik zit hier al draden door de war te doen, zie ik. Zo. Hup. Jullie allemaal een beetje tevoorschijn halen, anders is het één grote knoop dadelijk. Oranje moet niet in mijn vinger, maar moet ook naar de motor. En ik doe hem voor de ontstoorder.
Of dat een goed idee is, ik heb daar wisselende geluiden over gehoord. Ik ga het meemaken. Ik wil in ieder geval geen ontstoorder hebben tussen de baan en de decoder. Want als je dat doet, dan wordt het signaal van de decoder zelf gefilterd. Omdat het een soort van ruis is. Als het goed is, zou die zo gaan moeten kunnen rijden. Maar ik moet even, om dat te testen, mijn decoder mijn encoder, mijn station aansluiten. Dus ik kom er zo op terug hoe dat gelopen is. Voor ik alles aan wilde gaan sluiten, wilde ik weten welke kant vooruit of achteruit was. Dat heb ik helemaal uitgezocht, heb ik heel mooi opgenomen. Alleen mijn camera stond niet in, was niet gefocust, dus is erg blurry. Dus ik doe hem een klein stukje opnieuw vanaf hier. Nadat ik alles zonder de lichten aan had gesloten en op de rollenbaan heb gezet, kwam er een raar zoemend geluid uit. En dat kwam omdat op deze schroef er nog kortsluiting gemaakt werd tussen deze schroef en de baan hiernaast. Ik heb het opgelost door een klein beetje krimpkous om de schroef heen te doen, zodat hij nog wat verder geïsoleerd is van de omliggende baan. En daarna deed hij het goed, geen gezoem meer. En ben ik verder gegaan met het aansluiten van de eerst met het rijden, kijken welke kant op, nou wat doet. Bleek al snel, dit was vooruit, die kant was achteruit. Dus ik heb de draden hier goed aangesloten. Wit voor vooruit, geel voor achteruit. En deze metalen pinnen waren dusdanig ver naar boven gebogen dat daardoor ook de lampen geen contact meer maakten. Die heb ik opnieuw naar beneden gebogen. En ik ben de boel in elkaar gaan zetten. Ik merkte wel, nou moet ik even de kap pakken met het monteren van alles, dat het dakje eraf kwam. Het dakje heeft hier een, zo, dat gebeurde dus, want de decoder zit rust eigenlijk in precies in dat vlak. En met het in elkaar zetten heb ik dus ook dit dakje schoot eraf. Dus dat heb ik even afgelaten, heb ik de kapper opgezet en de decoder precies goed gedaan. Dat hij hierin zat, dakje erop, niks meer van te zien. Het is wat krap, maar het gaat net. Hij ligt nu ook niet vast verder. Hij ligt gewoon nog los erin. Dus dat maakt het manoeuvreren makkelijker. En nu is hij in feite klaar genoeg om weer opnieuw in elkaar te zetten. En eventjes te laten zien hoe mooi die geworden is. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En graag tot een volgende keer. Like, subscribe en deel met iedereen die dit misschien leuk zou vinden. En tot de volgende keer.